Goedenavond, dames en heren. Welkom in de Bali. Mijn naam is Absaline Hehakaya. Ik ben hoofd cinema van de Bali. En dat wil zeggen dat ik de films mag kiezen die we hier dagelijks vertonen. En de films mag kiezen waarom we speciale programma's maken. En ik heb deze film denk ik een half jaar geleden ongeveer gezien. En die heeft een diepe, diepe indruk op mij gemaakt. Daarom was ik ook blij en verrast. Blij verrast dat de NVVE ons benaderde om te zeggen van nou, deze film is online te zien, maar roept zoveel gesprekstof op, kunnen we daar niet in de Bali een debat omheen organiseren? En dat leek me fantastisch en het is al helemaal fantastisch dat u er allemaal bent vanavond, in grote getalen bent gekomen. Hoe ziet de avond er ongeveer uit? We gaan zo dadelijk eerst de film kijken en daarna hebben we een panelgesprek. En ik heb een aantal vragen voorbereid voor ons panel. Dat ik zo dadelijk na de film ook uitgebreid zal introduceren. U zult vele van hen ook al in de film zien. Daarna is er natuurlijk ook ruimte voor vragen uit de zaal. Daar zijn een paar spelregels bij. Ten eerste, alles wordt gestreamd. Dus u kunt het hele programma thuis herbeleven met de film online en het gesprek online. Dus dat betekent dat ik naar u toe kom als u een vraag heeft en dan houd ik de microfoon voor uw neus. Dat gaan we alvast even oefenen, want ik ben heel benieuwd wie hier in de zaal zit en waarom u naar dit programma bent gekomen. Ik weet dat er ook een boel vrijwilligers zijn van de NVVE. Mag ik wat handen zien? Ik begin even bij deze meneer. Heeft u de film al gezien? Nee, heb ik nog niet gezien. Ik ben benieuwd. En wat voor werk doet u bij de NVVE? Ik doe de presentatiedienst en verzorg spreekuren. Wat betekent dat? Presentatiedienst is dat we dus informatie geven aan plein publiek. Regiobijeenkomsten, maar ook Alzheimerclubs of ANBO-clubs. En spreekuren, de leden kunnen zich daarvoor opgeven. Regionaal of telefonisch. En kunnen ze hun wensen, wat ze willen weten, kunnen ze bespreken met een consulent. Oké, dank u wel. Ik ga even verder. Het publiek en u stak ook uw hand op. Ja. En wat hoopt u dat vanavond brengen zal? Ik hoop dat de discussie over die leeftijdsgrens een keer wat rekbaarder wordt. Er wordt zoveel geleden waarvan ik hoop dat dat een keer op mag houden. Helder, helder. Misschien iemand die gewoon op deze avond is afgekomen. Ik dacht, jullie zijn heel jong. Wat hopen jullie dat vanavond helderder zou worden? Of wat hoop je te leren misschien? Ja. Nou, wij doen ons profielwerkstuk over dit onderwerp. Dus ja, we willen gewoon te kijken wat jongeren zelf ervan vinden en zo. Wat goed, wat interessant. Dat is een profielwerkstuk dat ik wel zou willen lezen. Zijn er misschien nog andere redenen waarom mensen hier vanavond aanwezig zijn die ze willen delen? Ja? Ik kom even naar u toe. Dan moet ik even vragen of ik langs u mag. Ja, ik ben van de andere kant van Schreeuw om Leven. Dus wij zijn voor de bescherming van het leven. En ik heb veel respect voor professor Koersroman, dus luister goed naar hem. Dank u wel. Fijn dat u er ook bent vanavond. We hebben nog een vinger. Pardon, mag ik even langs u? Nou, ik heb een vraag aan dokter Paul en Sterker, waar ik ooit heb gelopen. In het crisiscentrum aan de Koninginnenweg. En ik ben kritisch lid van de NVVE. Ik ondersteun op het moment ook het standpunt van de heer Koerseman. Oké. Professor dokter met emeritaat. Oké, nou dan, ik ben heel benieuwd om dat te horen. Het is natuurlijk een discussie waar de gemoederen hoog kunnen oplopen. Maar ik ben alvast heel blij dat we vanavond iedereen laten uitpraten en dat iedereen mijn macht met de microfoon respecteert. Want er is zeker ruimte voor alle geluiden en die verwelkomen we ook zeer. Dus heel fijn dat u er bent, dat u er ook bent. En natuurlijk de heer Koerselman, maar ook iedereen in ons panel, Amy. Was heel erg bedankt. Er was nu alvast nog een opmerking, vraag. Nou, ik zit in de werkgroep
politiek van de NVVE en ik ben actief binnen de Tweede Kamer om te proberen de politici zover te krijgen dat ze mensen gunnen een milde en waardige dood te krijgen, op wat voor leeftijd dan ook. Kijk, er zijn ook politieke belangen mee gemoeid. Fijn dat u er ook bent vanavond. Misschien kom ik zo dadelijk nog bij u terug voor een vraag. Voor nu wil ik u allen alvast een ik kan alleen op het Engelse woord komen, thought-provoking. Een ervaring, een uitdagende kijkervaring toewensen. En we spreken elkaar zo dadelijk allemaal weer het nagesprek. Fijne voorstelling. Ik ga mijn panel introduceren. Allereerst de ontzettend dampere Amy de Schutter, natuurkundige. En ze schreef het boek Hoe men van een klaproos een monster maakt. En in 2016 kwam dat uit. Het is een getuigenis over euthanasie en psychisch lijden. En ze geeft daarmee inzicht in de dagelijkse realiteit van psychisch lijden en hoe de mogelijkheid op euthanasie soms een menswaardig perspectief beeldt. Een hartelijk applaus eerst voor Amy de Schutter. Dan wil ik ook graag uitnodigen dokter Lieve Tienpont, Amy's psychiater onder andere. Ze schrijft boeken over euthanasie en psychisch lijden, zoals onder andere De pijn van anders zijn in 2017. Dat is haar meest recente boek. En Libera Me uit 2015. Komt u ook aan tafel. Ze is ook werkzaam als lijfarts in België. Vervolgens wil ik graag ook Paulan Sterke uitnodigen aan tafel. Ze is naast psychiater, geneesheer, directeur bij GGZ in Geest. Ze is actief bezig de bewustwording over euthanasie onder artsen te vergroten en ontwikkelde voor de GGZ in Geest een euthanasieprotocol. Een hartelijk applaus ook. En tot slot ook professor Dr. Frank Koerselman. In februari 2016 ging hij onder andere op televisie fel in debat met Steven Pleiter, directeur van de Levenseinde Kliniek. En vanavond is hij ook weer aanwezig om zijn kritische licht te laten schijnen over Too Young to Die. Hartelijk dank. Ik heb in ieder geval iedereen al van water kunnen voorzien. Ja. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Amy, ik wil graag bij jou beginnen, want de film begint met de vraag wie zijn de psychisch lijdende jongeren en wat gaat er in hen om? En toen je benaderd werd voor deze documentaire, waarom heb je meegedaan? Ah ja, ik moet in die pakken. Ja. En werkt die wel? Ja, hè? Ja, ja, die werkt. Het was in eerste instantie sowieso ook niet de eerste documentaire waar ik aan had meegewerkt. Dus ik denk dat dat al een verschil maakte voor mij, omdat ik mij dan al wel had overgezet van oké, kijk, ergens wordt mijn verhaal dan publiek. Want je hebt zeker gelijk, je stelt u, als ik te Vlaams spreek, moeten jullie het ook zeggen. Hè? Maar je stelt u inderdaad wel op een heel bijzondere manier extreem kwetsbaar open. Allee, en dat is heel moeilijk. En ik denk dat dat door heel veel mensen zwaar onderschat wordt ook. Maar omdat ik dat dan toch al had gedaan voor een andere documentaire en een aantal lezingen, was de stap op dat vlak al makkelijker. En ik denk dat het ook belangrijk is voor mensen dat de getuigen zelf of de psychisch kwetsbare personen zelf, om het dan maar zo te benoemen, hè, zelf aan het woord te laten. Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je nooit wordt geconfronteerd met psychisch lijden in je omgeving, of minder, in mindere mate, ja, dan is dat toch ontzettend abstract. Dan kun je daar weinig bij voorstellen. En dat was ook wel voor mij een hele belangrijke drijfveer om mee te werken. En ook bijvoorbeeld, zoals u al hebt vermeld, om dat boek te schrijven. Ja. En hoe vond je het om de anderen in de documentaire te zien? Dus bijvoorbeeld Nadia en de vrienden van Maud. Wat vond je ervan om hun verhalen ook te horen door deze documentaire?
ik hoop dat dit niet te grof overkomt, maar ik heb ondertussen ook al met heel veel andere lotgenoten contact gehad. Of zij contacteren mij, omdat ik dan ook bijvoorbeeld dat boek heb geschreven. Dus ik heb ook al wel heel veel van die verhalen gehoord. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet elke keer opnieuw diep in mijn hart komen. Maar het is jammer genoeg niet de eerste keer dat ik dergelijke verhalen moet horen. En voor mij, en er juist ook weer... ik weet ook, want ik heb de documentaire al een paar keer gezien, het moment waarop ik de moeder van Maud hoor, breekt mijn hart elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw. En ik denk dat dat voor mij ook altijd moeilijk zal blijven. Ja. En pardon, ik ga even naar jou, omdat dit is de eerste keer dat je de documentaire in zijn geheel ziet. En we zien jou ook niet in de documentaire zelf, maar... Ja, wel. Dit was Hitchcock, hè? Even ergens in een hoek. Nee, maar hoe was het voor jou om nu deze film in zijn geheel te zien op groot scherm? En er is redelijk veel aandacht voor Vlaanderen, voor België. En welke dingen herken je en welke zijn echt anders in Nederland die we moeten meenemen? Voor het eerst deze film zien op heel scherm... heeft in ieder geval gemaakt dat ik een beetje een stijve nek heb gekregen. Want ik zat vooraan, dus ik moest nogal scheef kijken. En ik was onder de indruk van de film. Ik merkte dat ik eigenlijk toch er meer van gezien had dan ik dacht. Er kwam veel bekend voor. Ik vind het indrukwekkend gefilmd. En een mooie mix van verschillende... verhalen die gezamenlijk ook wel een mooi genuanceerd beeld neerzetten van hoe er met een dergelijke hele ingewikkelde vraag bij jonge mensen kan worden omgegaan. En hoe het ook soms dus heel erg dramatisch niet goed gaat, zoals bij Maud. Ik moet zeggen dat mijn eigen ervaring zich meer bezighoudt met wat ouderen. Ik heb weinig hele jonge mensen zelf op mijn spreker gehad of echt mee bezig gehouden in deze situatie. De keren dat ik dat wel heb gehad, is het voor mij wel inderdaad een... ja, toch wezenlijk heftiger en ingewikkelder vraagstuk dan bij iemand bijvoorbeeld van 75 of zelfs 50 om zo'n vraag goed te bekijken. Het jongst dat ik iemand geholpen heb te sterven was 23 en dat vond ik heel erg jong. Ja, want lieve, hoe oud is jong eigenlijk? Wij spreken over de jongere leeftijd, zo tot een jaar of 30. Als we kijken naar de herstelwerkgroep die we in Vonkel hebben lopen. En dat is een groep voor jonge mensen met een euthanasievraag. Wij stellen daar niet echt een grens, maar je kan misschien zeggen, Amy, hoe oud is daar de oudste? Misschien wel al rond de 50, hè? Ik weet het eigenlijk niet. Ja, voilà, dus we zetten het niet over de leeftijd. Dus wij zetten daar niet echt een grens op. Hè, maar de meeste zijn toch rond de 30, denk ik. Hè. Maar op ondraaglijk lijden, dat heb ik ondertussen geleerd, daar staat geen leeftijd op. Daar staat geen leeftijd op. Nee, maar vanaf welke leeftijd kan er een aanvraag ingediend worden? Weten jullie dat? Vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ook jonger, de euthanasiewet is aangepast voor ook jongere leeftijd. Maar daar gaat het alleen over terminaal lijden en met toestemming van de ouders. Maar dus de euthanasiewet geldt van volwassen leeftijd. En Frank, dit is ook, u heeft de film al gezien. En wat vindt u van de film? Het is een prachtige, poëtische documentaire. Ik kan niet anders zeggen. Heel mooi gemaakt. Ik vind hem heel integer gemaakt. De twijfel komt erin naar voren. De makers zijn heel open geweest. Ik heb een diepe bewondering voor die film. Aan de andere kant
want er is natuurlijk altijd aan de andere kant, is het ook wel een beetje een probleem, hè, dat het zo'n mooie poëtische documentaire is. Want je ziet dat wel en je raakt geweldig onder de indruk. En ook al door dat de presentatrice natuurlijk zo mooi empathisch, hè, dat allemaal doet. Maar tegelijkertijd weet je zoveel niet. Hè. Er ontbreekt zoveel informatie. Hè. Dat meisje dat zich gesuïcideerd heeft door van de trein te gaan. Je weet er, als je die film gezien hebt, gewoon helemaal niets van. Hè. Dat meisje Nadja, hè, dat dan die euthanasie krijgt en zich door God en iedereen verlaten voelt. En dan aan het eind zie je daar een stoet mensen zich die naar die crematie komen. Hè, en dan denk je van, ja, wat is dat dan? Hè? Wat ik wel vaak gemerkt heb, is mensen zeggen, ik ben verlaten, niemand kijkt naar me om, maar ik ben wel eens gaan praten met die mensen die dan die mensen verlaten zouden hebben. En dan hoor je totaal andere verhalen. Hè? Dus dat is... Ja. Oh goed, nou dan akkoord, dan neem ik dat terug. Hè. Maar dan nog, hè. Mensen zeggen van luister eens, niemand wil naar mij omkijken, niemand wil met mij te maken hebben. En ik heb vaak gesprekken gevoerd met die mensen die dat dan zouden zijn, die niet met die betrokkenen te maken wilden hebben. Ja, die vertellen toch heel andere verhalen. Dus dat is lastig. Ik vind het moeilijk, hè, laten we zeggen, deze casuïstiek goed beoordelen. Echt gewoon met je verstand en met kennis van zaken over wat daar in die gevallen precies gespeeld heeft. Dat is op basis van deze film niet mogelijk, hoewel het een prachtige film is. Nee, helder, helder. Ik had wel een vraag voor Lieve nog. Waarom biedt u het eigenlijk aan als mogelijkheid, euthanasie? Waarom heeft u ervoor gekozen om het bespreekbaar te maken en patiënten bij te staan? Nou, ik vind het eigenlijk evident. Als je empathisch, actief luistert. En inderdaad, in de film zien we niet de hele situatie of de hele geschiedenis, maar het wordt wel duidelijk benoemd dat iemand al jaren ondraaglijk lijdt, al jaren dood wil. Ik denk dat het ook een vorm van, ik weet niet wat het juiste woord is, maar nederigheid of zo, dat we ook als artsen lang niet iedereen kunnen helpen. Hoe ongelooflijk jammer dat ik dat iedere keer vind. Hè. Professor Distelman zegt, ik heb van geen enkele euthanasie die ik gedaan heb spijt. En ik begrijp hem. Hè. Hij is oncoloog en ik begrijp wat hij bedoelt. Ik heb van iedere euthanasie spijt. Hè, dat we de mensen niet op een andere manier hebben kunnen helpen. En misschien voel ik dat, zoals in de film gezegd, instinctief meer bij jonge mensen dan bij oudere mensen. Omdat het zo tegennatuurlijk lijkt. En ik vind het verschrikkelijk jammer dat er bespaard wordt op de psychiatrie bijvoorbeeld. Dus ik denk dat we ontzettend moeten blijven ijveren om daar beterschap in te krijgen. Maar tegelijkertijd vind ik... En ik denk dat ik u niet beter kan overtuigen dan wat je gezien hebt, dat een sereen afscheid dan toch wel veel waardevoller is dan een gruwelijke dood, waar, geloof me, mensen ontzettend veel schrik van hebben om die poging na poging te doen. Het is onmenselijk, het is eenzaam, het is onzeker. En ik vind het niet meer dan mijn plicht om daarbij te helpen. Nee, dat begrijp ik zeker. En Amy, hoe was dat voor jou, wat in de film ook meerdere keren aangestipt wordt, is ook een verlies van vertrouwen in de zorg die je krijgt. En in zekere zin... Heel zacht uitgedrukt. Ja. Ja, ja. Maar het hele spectrum is natuurlijk inderdaad het verlies van vertrouwen in de zorg, maar ook gewoon misstanden en misbehandelingen. Je zegt in de film dat jouw doodswens in die zin over was. Of in ieder geval de neiging om suïcide te plegen was over toen je wist dat je euthanasie zou kunnen plegen. En hoe heeft dat het vertrouwen tussen jou en je arts beïnvloed? Ja, het eerste wat ik dus eigenlijk heel duidelijk wil stellen, en dat denk ik dat niet alleen in België en in Nederland, maar in heel de wereld zwaar wordt onderschat, is je krijgt dit echt niet zomaar. Hè? En gelukkig ook, en terecht. Hè? Maar
Van mijn 13 jaar tot mijn 29 ben ik suïcidaal geweest. Dat is 16 jaar. Dat is meer dan de helft van mijn jaar. Ik heb heel mijn dossier over laatst nog eens volledig doorgenomen. En het cijfer is angstaanjagendwekkend. Ik vind het zelf verschrikkelijk. Maar ik heb meer dan 30, 40 zelfmoordpogingen gedaan. Ik ben inderdaad op een veel te jonge leeftijd mismeesterd, mishandeld in de volwassen psychiatrie. Hun manier om mij te behandelen was, ze mag zeker niet te veel bij die zwaardere verhalen terechtkomen die volwassen mensen dan toch wel hebben, hè, zeker in vergelijking met een kind. En dat was de behandeling. Amy mag op haar kamer blijven en komt daar niet uit. En als Amy daar ambetant van wordt, dan wordt ze gefixeerd. Of ze moet die medicatie nemen, die ik uiteraard dan uitspeude in hun gezicht. Want ik wou die niet nemen, want ik wist dat ik mij daar misselijk van voelde en dergelijke. Nu, voor de rest wil ik daar niet te veel over uitweiden, want ik moet ook toegeven dat dat voor mij moeilijk is om daarover te praten. Maar je moet je inderdaad dus voorstellen dat je dus al die jaren, 16 jaar aan een stuk, constant, zelfs tijdens mijn studie, altijd die suïcidale gedachten hebt gehad en ze ook heel vaak dus hebt uitgevoerd. Zelfs tijdens mijn studie, zelfs tijdens de euthanasieprocedure. En van het moment dat ik eigenlijk die positieve adviezen had gekregen, was dat weg. En ja, het is een beetje zoals Nadia zegt, hè. Als je dat niet hebt, kun je dat niet begrijpen. Ze zijn blij dat je het niet kunt begrijpen. Maar het is wel zo, hè. Allee, dat is een bepaalde vorm van rust dat er komt. En nog iets wat ik zeker ook wil aanstippen is, dat heb ik altijd ook gemerkt bij de hulpverleners waar ik dan terecht ben gekomen na de psychiatrie. Van, je kan eigenlijk maar tot op een bepaald niveau praten als je over suïcide spreekt. Van het moment dat je eigenlijk te concreet wordt, dan is je hulpverlener verplicht om daarnaar te handelen. En dan word je dus gecollockeerd, ja, kunt u voorstellen. Gecollockeerd, gedwongen opname. Ja, ja. Ja, dat is dus het laatste wat dat iemand zoals mij wil. Dus ik praatte daar amper over. Dus voor mij was eigenlijk kunnen spreken over die doodswens, maar dan vanuit een euthanasie-standpunt, echt een bevrijding. Allee, wat dat niet wil zeggen dat ik met wat moeite het moeilijk had om liever te vertrouwen. Ah ja, dat is een psychiater, hè. En toen dat zij ook zei van ja, je hebt 7 verschillende diagnoses gehad. Ik ben niet overtuigd. Misschien dat er toch nog iets is dat niet helemaal klopt. Had ik ook het eerste was van ah ja, natuurlijk. Hè. Ja, dat is een psychiater. Die wil ook haar label kunnen. Ah ja, want elke psychiater moet zijn eigen label kunnen hebben. Hè. Dus en dat heeft mij heel veel moeite gekost. Ja. Ik denk dat ik nu al lang genoeg het woord heb. Ja, oké. Okay. Nee, zeker. Ik vind het namelijk heel interessant. Want waar Nadia en Gwen het ook over hebben, is het filosofische other minds probleem. Dus in hoeverre kun je iemand anders pijn lijden, maar überhaupt het gevoelens kennen. Tegelijkertijd verhouden wij ons voortdurend tot elkaar en dringen we ook tot elkaar door. Ja, maar jullie worden niet elke week minstens 2-3 keer per nacht, per week wakker met nachtmerries waar dat, en zelfs in de gruwelijkste is het dan zelfs lieve die mij vastbindt. Hè. Kunt u dat niet voorstellen? En maar goed ook, ik word 's nachts wakker en ik zit terug in die isolatiecel. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Ik wil even zeggen, ik hoor je verhaal. Hè. Je hoeft, voel je niet gedwongen om mij te overtuigen. Of althans, dat zou ik heel vervelend vinden als je dat zou voelen. Maar hoe zie jij dat bijvoorbeeld, Paulan? Dus het vertrouwen tussen arts en patiënt. Je weet niet wat iemand anders doormaakt, maar tegelijkertijd sta je elkaar bij. Sta je de patiënt bij om die te helpen. En waar zitten daar de grenzen aan? En hoe speelt een zelfgekozen levenseinde, die wens, dat erkennen, hoe speelt dat een rol in? Nou, ik kan heel erg aansluiten bij wat Lieve aangeeft. Ik denk dat ik in mijn eigen praktijkervaring ook al, voordat ik me wat explicieter met de euthanasie
thematiek bezig hield, dat ik het uitermate belangrijk heb gevonden om, als er sprake was van een suïcidewens of een chronisch doodsverlangen of een iets wat daar in de buurt kwam, om daar ruimte voor te maken in het gesprek, in de relatie met de patiënt. Juist om de patiënt daarin ten volle serieus te nemen en te horen. En nu ik wat meer expliciet met die euthanasie-thematiek mij wel bezighoud, ben ik er toegekomen om te denken dat je dat eigenlijk alleen echt kunt doen als je uiteindelijk bereid zou zijn om het ook te doen als het aan de orde is. Niet dat dat dan altijd moet gebeuren. En dat is gelukkig ook in een heleboel gevallen juist niet het geval als je er ruimte voor geeft. Maar dat je tegelijkertijd ook de patiënt aan het lijntje houdt of niet helemaal eerlijk bent als je het wel openlijk bespreekt. En dan uiteindelijk mocht de situatie ertoe komen dat het eigenlijk aan de orde zou kunnen zijn of moeten zijn, omdat er niks anders meer op zit en de enige barmhartige oplossing nog is om iemand te helpen met een goede dood. Om dan te zeggen van ja, maar goed, zo had ik het niet bedoeld, daarvoor moet je toch eigenlijk bij een ander zijn. Dus dat is eigenlijk mijn ontwikkeling geweest in mijn opstelling. En ik denk dat je kunt nooit helemaal in een ander invoelen alsof je de ander was. Maar we zijn toch als psychiaters, en ik denk dat ook collega Koerselman dat met mij eens zal zijn, wel opgeleid om daar een heel eind te proberen in de buurt te komen. Om met ons empathische vermogens en al onze zintuigen ons best te doen om enigszins te begrijpen. En dat is niet alleen met het hoofd wat er in iemand omgaat en wat iemand beweegt en hoe het werkt. Ja, ik kom zo bij de heer Koerselman, maar ik zie dat Lieve ook nog iets wil zeggen daarop. Ja, ik hoor altijd daarom vallen zelfgekozen levenseinde. En eigenlijk stoort mij die benaming, omdat naar mijn aanvoelen mensen echt niet kiezen voor dat levenseinde. Zij zitten er zelf ongelooflijk mee dat dit misschien uiteindelijk de enige oplossing is. Die jonge mensen willen allemaal leven, ja. En dat geldt ook zeker voor Amy bijvoorbeeld, maar voor al die jonge mensen die ik ontmoet. Maar vinden vaak geen andere uitweg meer. En soms is er ook geen uitweg meer. Omdat ze op zijn, omdat er geen energie meer is. Dus dat zelfgekozen leven zijn, ik zou dat heel erg willen relativeren. Ja, het is een noodzakelijk kwaad. Dank u wel voor die nuance. Ik denk dat we nu ook bij een pijnpunt in de discussie zijn aangekomen. De nee, comma, zoals Frank het zegt in de documentaire. Namelijk dat iemand bij een vaste arts is en die dan dus blijkbaar zegt van ik ga dit pad niet verder met je vervolgen. Je gaat nu naar een nieuwe arts. En dan gaat het ineens alleen over de euthanasievraag en moet in principe een vertrouwensband opnieuw opgebouwd worden. Was dat een beetje een goede samenvatting van Milpen? Nee. Ik wil eigenlijk mag ik het over iets anders even ingaan? Want kijk, waar je op het ogenblik steeds in die discussie hoort, is als je niet van tevoren tegen de patiënt zegt, ik ben bereid jouw vraag serieus te nemen, hè, maar ik ga proberen je daarin tegen te houden en te voorkomen, maar als het moet, zal ik het serieus nemen. Hè. En als je dan, wat we hebben is dan serieus nemen. Als je dan wat ik doe zegt, hè, op voorhand, dat ga ik niet doen, dan zou je de patiënt niet horen. Dan zou je hem niet openstaan, niet empathisch zijn, het niet serieus nemen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Als je iemand serieus neemt, kan nee heel goed een antwoord zijn. Je hoeft je helemaal niet verstaan te voelen als je nee krijgt. Het is natuurlijk wel zo dat aan dat nee consequenties moeten worden verbonden. En ik vind niet dat we moeten zeggen, luister eens, als er een onvoldoende en insufficiënte psychiatrie is, dan is het alternatief de dood. Nee, dan is het alternatief een wel voldoende en wel functionerende psychiatrie. En wat als het al te laat is? Wat zegt u? Wat als het al te laat is? Als de schade al is gemaakt?
Ja. Als het allemaal al kapot is gemaakt. Kijk, wat dan? Kijk, lijden, dat is iets waar dokters altijd mee te maken hebben. Dit is je vak. Hè? Als, ze zegt altijd, luister eens, als je niet van de hitte houdt, moet je niet in de keuken gaan staan. Hè? Als je niet tegen lijden kan, dan moet je geen arts worden. Lijden hoort erbij. Hè? En lijden is de kern van het werk van een arts en van een psychiater. En de kern van dat werk is om te proberen dat lijden te verlichten. Dus als het al te laat is, hoezo te laat is? Ja, er wordt geleden, er wordt misschien doorgeleden. En het is onze taak als arts, als psychiater, als behandelaar, als medemens om te proberen dat te verlichten. Maar dat wil toch nog niet zeggen dat dat dan ook moet betekenen dat je iemand doodmaakt. Mag ik daar heel kort af? Het staat ook te springen. Ah, ja. Ik heb alle respect voor collega's die duidelijk zeggen van kijk, daar moet je dat bij mij niet mee terecht met die vraag. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Zolang diezelfde collega's maar niet pretenderen dat ze alles kunnen oplossen. Want dat kunnen we niet. Dat is wil uitspreken. Dat is waar ik alle dagen, ik zie alle dagen, bij wijze van spreken, in mijn dagelijks praktijk, mensen met een euthanasievraag. En we kunnen niet alles oplossen. Er is veel meer dan het ziektebeeld op zich. We hebben onderzoek gedaan naar wat houdt dat ondraaglijk lijden nu eigenlijk in. En we zien dat dat een heel complex gebeuren is. We hebben het ziektebeeld, maar ook alle gevolgen daarvan. Het existentiële lijden, het intrapsychische lijden, het interpsychische lijden, het sociale lijden. Veel het financiële, zegt Amy. Hè? Zeer jammer, we kunnen daarmee lachen, maar dat is een onwaarschijnlijke lijdensdruk die erbij komt kijken. Hè? Dat mensen geen geld hebben om iets aangenaams te doen, bijvoorbeeld, door langdurige ziekte. Dus de complexiteit van dat lijden is echt niet te onderschatten. En we moeten echt niet denken dat we dat allemaal kunnen oplossen. Soms is het inderdaad te laat. Ja, maar dat doet u dan toch wel? U wil het wel oplossen door iemand daardoor een eind aan te maken. Waar het nou juist om gaat, is erbij te blijven staan. We hebben in Nederland zijn we begonnen met euthanasie te regelen. Pas daarna kwam de palliatieve geneeskunde. Er is helemaal geen palliatieve psychiatrie. Dat zouden we eens moeten ontwikkelen. Daar pleit ik al heel lang voor, maar er is weinig interesse voor. Je kunt, die mensen zeggen allemaal, ja, behandeling na behandeling na behandeling. Ik ben het er helemaal mee eens dat het op een bepaald moment geen zin meer heeft om weer een nieuwe protocol te gaan doorlopen. Daar zijn we het helemaal direct over eens. Maar dat betekent toch nog niet dat je iemand dan moet opgeven. Dat hoeft helemaal niet. Zoals je in de palliatieve geneeskunde, de somatische palliatieve geneeskunde, probeert jeuk, pijn, misselijkheid enzovoort te verminderen. Zo kun je dat even goed proberen om al dat lijden wat u noemt te verminderen. En dat dat dan misschien financieel lijden is. Nou, ik vind het een prachtig voorbeeld. Laten we er wat aan doen. Anders dan doodmaken, zeg. Maar dat is prima en dat moeten we allemaal doen zolang de patiënt dit nog wenst. En dat geldt voor behandeling van kanker. Maar daar heb ik even zo goed als voor lijden omwille van een psychiatrisch ingewikkeld ziektebeeld. Ik vind, en daar gaat uiteindelijk de euthanasiewet om, dat het ook nog om zelfbeschikking gaat. En waar wij heel erg moeten op toezien, is of iemand in staat is om die zelfbeschikking in eigen handen te nemen. En dat doen we ook. Soms moeten we echt zeggen van nee, dat kan je nu niet, hè? Bijvoorbeeld bij een acute rouw. Dus wij zeggen ook heel vaak nee, maar niet als een negatief advies, maar we nemen de patiënt mee in proces tot wanneer dat hij zelf inziet dat er nog andere mogelijkheden zijn. Maar dat is ook toch fundamenteel wel even een probleem. Hè? Want u komt nou met een nieuw argument, de zelfbeschikking. Als er echt zelfbeschikking is, moet je ook dood kunnen gaan zonder dat je lijdt zelfs. Hè? Dat is waar het nu ook over gaat. Hè? Dat men dat wil. Dus dat is een ongeloof. Dat is niet waar we het vanavond natuurlijk over hebben. Nee, daar gaan we het vanavond niet over hebben. Maar laat ik eens een ander voorbeeld noemen. Hè? In de psychiatrie ken je een ziekte waarbij mensen niet zichzelf dood willen maken, maar een deel van zichzelf. Zulke mensen, dat heet het syndroom van Münchhausen, daar heb ik er veel van gezien en behandeld. Die willen bijvoorbeeld dat er een been wordt afgezet. En zeggen we dan, nou moet je luisteren, ik zal proberen dat te voorkomen, maar als het echt niet anders kan, dan maak ik voor je een afspraak met de chirurg. Dat doen we toch niet? En waarom zouden we dit dan wel doen? Sorry, ik vind dat eigenlijk sowieso een heel raar argument. En waarom is dat een raar? Dat is de makkelijke manier om een argument weg te zetten. Om het raar te noemen. Leg dan uit waarom het een raar argument is. Eigenlijk wil ik gewoon terugkomen op wat ik daar straks heb gevraagd. In mijn situatie, het is te laat. De psychiatrie heeft mij inderdaad op een gruwelijke manier mismeesterd.
Oké, nu wil ik u wel eens een keer horen zeggen. U zegt nee, u zou het nooit doen. U hebt dat gezegd in de film. U geeft nooit een positief antwoord. Wat zou u in mijn situatie dan doen als psychiater? Ik ga niet over u praten. Nee, ik ga niet over u praten. Ik ken uw achtergronden niet. Dat kunt u niet van mij verlangen. Ja, nee, oké, ça va. Ik vind het gewoon een interessante denkpiste, omdat ik dan wel zou willen weten wat u dan nog... Want u zegt zelf eigenlijk, we kunnen zoveel behandelingen doen. Hè? Dus oké, we zullen het algemener stellen. Er zijn heel veel mensen... Ik heb tal van patiënten gehad die ik 30 jaar lang behandeld heb in dit soort situaties en bij me heb weten te houden. En die elke keer weer in door zulke dalen heen gingen en die we er elke keer weer uitgesleept hebben. En dat, ja, dus dat is wat je op allerlei manieren doet. Maar collega, mag ik u... Pardon. Dan moeten ze ook nog gelukkig worden. Ik ben al blij dat het een beetje beter gaat. Maar u wilt ze ook nog gelukkig hebben. Pardon, ik ga zo dadelijk naar de zaal. Dan kom ik langs om jullie vragen te hebben geen geluk te koop. Anders is het één grote anarchie. Ik heb geen geluk in mijn winkel. Ja? Pardon, ik wil eigenlijk wel jouw reflectie horen op wat er nu gezegd is. Want ik zag je in je gezicht heel erg reageren. Maar ik ben benieuwd wat je hiervan denkt. Nou, ik vind het een ingewikkelde discussie, omdat het laveert van het hele gegeneraliseerde en alles over één kam scherende naar het hele persoonlijke. En ik heb zelf de ervaring dat deze thematiek zich eigenlijk voor beiden niet leent. En vooral in individuele, unieke situaties moet worden afgewogen. En eigenlijk dus een globaal debat. Ik heb ook een beetje geaarzeld of ik hier wel aan zou willen deelnemen. En ik zit er nu wel. Omdat ik denk dat het heel erg ingewikkeld is om in zijn algemeenheid uitspraken te doen over of euthanasie wel of niet moet kunnen of moet mogen. Omdat het alleen maar in het hele individuele, unieke geval een afweging kan zijn voor de dokter, die echt helemaal niets meer kan bieden. Zelfs geen herstelgerichte zorg of palliatieve zorg om het lijden nog te verlichten bij een patiënt die ondraaglijk psychisch lijdt. En daar, in die unieke situatie tussen die ene patiënt en die ene dokter, met uiteraard ook aan de ene kant systeem eromheen die erbij betrokken is, en aan de andere kant multidisciplinaire ondersteuning erbij die erbij betrokken zijn. Maar uiteindelijk komt het neer op die individuele patiënt en die individuele dokter, die met elkaar kunnen concluderen dat het niet zozeer een zelfgekozen levenseinde is, maar er is helemaal geen andere weg meer. En dan ga ik kijken of ik je daarbij kan helpen om het dat dan op een zo sereen mogelijke wijze, dat is een woord van liefde, vind ik een heel mooi woord, uit te voeren. En dan is mijn ervaring dat bij mensen die ondraaglijk psychisch lijden, ik wil eigenlijk liever zeggen psychiatrisch lijden, want het gaat bij mij in het algemeen over patiënten met een echte serieuze psychiatrische aandoening of meerdere. Daar is mijn ervaring dat daar kun je eigenlijk niet gaan zeggen, nou, ze kunnen toch ook zelf kiezen voor een levenseinde. Want het is voor een gewoon mens al ontzettend ingewikkeld om naar je eigen dood toe te gaan. Maar als je dan ook nog eens een keer behoorlijk gehandicapt wordt door een aantal verschillende psychische stoornissen die echt invaliderend zijn voor je gevoelsleven, voor hoe je met jezelf omgaat, hoe je met je naasten omgaat, dan heb je ook daar hulp bij nodig. En dat is de hulp die ik heel graag bied in zulke gevallen. Dat is waar mijn passie op dit moment zich toe uitstrekt. Zijn er al vragen? Want daarachter is heel veel vragen. Nou, dat gaat toch niet gebeuren. Ik kom toch even met de microfoon naar u toe. Dank u wel. Ik ben consulent bij de NVVE en ik vind dat mevrouw Sterke eigenlijk al haar aanwezigheid bewezen heeft in goede zin. Dat zij zegt, het moment dat ik aanvaarde dat ik zelf al de euthanasie zou willen uitvoeren, was de voorwaarde om daar met iemand over te kunnen spreken. En nou, dat vind ik een zeer gewaardeerde
houding. En dat is de andere kant van dokter Koerselman, die zegt, ik doe het niet. En dan zeg ik, prima dokter Koerselman dat u het niet doet, maar verwijs het dan naar een ander. Het is hetzelfde argument wat in de somatiek geldt. Ik ga nooit een discussie aan met artsen die om welke hun moverende reden geen euthanasie willen geven. Maar dan moeten ze het wel verwijzen naar iemand die daar wel toe bereid is. Als ik iets fundamenteel verkeerd vind, ga ik er ook niet indirect aan meewerken dat iets fundamenteel verkeerds gebeurt. Is hier nog een vraag op de achterste rij? Hallo. Ik vind het een heel bijzondere film en ook een hele spannende discussie. Ik ben het wel eens met de stelling dat de palliatieve psychiatrie, en we zien dat ook in de ouderenzorg, hè, de hulp aan mensen die of nou eenzaam zijn of lijden of anderszins, dat prioriteit heeft, dat dat dus gewoon verbeterd moet worden. Dat sowieso, maar ik ben het wel eens met mevrouw Tien Pons en ook met mevrouw Sterke, dat er ook mensen zullen zijn, en die ervaring hebben we, die heb ik zelf ook in mijn omgeving meegemaakt, die al zo lang lijden, ondraaglijk, uitzichtloos, die zijn niet te helpen. En dan heb ik heel veel twijfels over de stelling, de opvatting, met alle respect van meneer Koerselman, die dan zegt van, ik ga naast u staan en ook al duurt het 30 jaar, ik ga u helpen van hier tot ginder, erin en eruit. Ik vraag mij echt af of dat, hoe positief dat eigenlijk is voor mensen die echt ondraaglijk en ongeneeslijk lijden. Want die mensen die hebben wel een hele lange periode van een vrij slecht leven. En dan vraag ik me af of dat wel zo'n goede keuze, zo'n goed traject is. Ik heb daar heel ernstige twijfels over. Dat was denk ik gewoon een mening, of was het ook nog een vraag? Nou, dat is ook al een vraag van wat die behandeltrajecten van meneer Koerselmans, maar ook van anderen, wat die inhouden, wat de kwaliteit daarvan is. Want ik denk dat heel veel van die behandelingen niet echt uitblinken in kwaliteit en in perspectief voor mensen die echt ondraaglijk ongeneeslijk lijden. Ik wil even de ad hominem eruit halen, want het is meer, denk ik, meer in het algemeen. Hoe herstellen we vertrouwen in de psychiatrische zorg, zeker als die gefaald heeft voor mensen? En dat is op zich, vind ik dat wel een interessante vraag. Hoe neemt u mensen weer mee op sleeptouw? Hoe herstelt u dat vertrouwen? Weet u, we komen zo in een... Kijk, ik weet dat natuurlijk, ik heb dit soort discussies voer ik natuurlijk vaker. Hè? En zo kom ik in een positie terecht, hè, waarin ik nu moet gaan verdedigen dat ik iemand niet de dood maak. Hè? Uitgangspunt is dat een dokter een patiënt niet dood maakt. Ik zie dat werkelijk geen enkele mogelijkheid om dat te doen. Dus of die behandeling nou gelukkig maakt, werd hier net genoemd. Nou, geen enkele behandeling maakt gelukkig, hoor. Of die behandeling nou gelukkig maakt, of dat die kwaliteit heeft. Hè. Als u vindt dat die behandeling geen kwaliteit heeft, neem ik dat van u aan. Maar dat is waar ik voor sta. Ik zeg, dat moet ik niet doen. Ik vind dat niemand dat moet doen. Ik vind het een schande dat het gedaan wordt. Maar we moeten wel de verantwoordelijkheid nemen om er dan van te maken wat we kunnen. En laat dat dan maar desnoods niet gelukkig maken en van een kwaliteit zijn waar u twijfels bij hebt. Als we dat allemaal toch proberen om dat serieus op te pakken en er het beste van te maken, dan kunnen we verbeteren. Maar als we allemaal nu gaan zitten zeggen, ja, maar luister eens, als het een paar jaar geduurd heeft, dan is dat niet meer te doen. En dan moet er maar een eind aan komen. Ja, dan is er toch ook geen enkele urgentie meer om een alternatief te ontwikkelen. Nu, ik denk dat we als arts sowieso niet ontsnappen aan ook helpen sterven. We helpen mensen genezen, herstellen, verbeteren, symptomen verlichten. Maar we kunnen er toch niet buiten om ook mensen te helpen sterven. Nu, als een klein momentje, alstublieft. Nu, als psychiater natuurlijk, hebben we het comfort, als we ons niet willen mee confronteren, dat we ons afzijdig kunnen houden. Er sterven niet veel mensen in ons kabinet, bijvoorbeeld. Hè? Terwijl als oncoloog moet je u verhouden tot stervende mensen. Wel, ik vind dat het tijd is dat we ons als psychiater ook verhouden tot stervende mensen. Ja, maar
die applausen zullen wel steeds die kant uit gaan. Dat twijfel ik niet aan. Maar hier gebeurt wel. Ja, maar toch even. Ik wil, want anders is het momentum weg zo dadelijk. Hè. Hier gebeurt natuurlijk wel iets. Want nu introduceert u opeens stervende mensen. Hè. Alsof we hier praten over mensen in het vergelijkbaar traject als aan het eind van kanker. Maar dat is toch echt niet maar, zo. U kunt dat wel beweren, maar het is niet waar. Zijn mensen die suïcidale neigingen hebben, zou je dat niet een vorm van stervende kunnen noemen? Nee. Toch wel. Ja. Oké, okay. Ik ga naar de vraag hier. Hey, mijn belangrijkste vraag is, is er een verhouding met de maatschappij? Is er door de manier waarop de maatschappij op het moment functioneert een extra motivatie bij veel mensen om het leven niet meer voor te willen zetten? Dat is mijn belangrijkste vraag. En ik wilde aan de heer Korselman nog vragen of hij die behandelingen dan met medicijnen doet, zodat iemand dan misschien wel minder lijdt, maar vervolgens ook meer een afgevlakt emotioneel leven heeft. Bedankt. De eerste vraag was of mindere zorg ertoe leidt dat er meer om euthanasie gevraagd wordt. Hoe dat de maatschappij nu... De maatschappij. Of onze maatschappij kan leiden tot meer... Ik wil daar eigenlijk geen antwoord op geven, omdat ik er geen antwoord op kan geven. Want de mensen die ik voor mij krijg met een euthanasieverzoek, die doen dat op grond van hun eigen individuele situatie. En in het algemeen is die voornamelijk bepaald door hun psychiatrische problematiek, die vaak al heel ver teruggaat in hun voorgeschiedenis. En heeft de actuele maatschappelijke situatie, als die het hoofdaandeel zou zijn, dan zou die persoon ten eerste niet bij mij zitten en ten tweede ook snel weer vertrekken, denk ik. Want dan zou ik niet kunnen helpen. Daar gaat het voor mij niet om. Ja, maar misschien wil ik daar toch kort iets over zeggen. Bijvoorbeeld in Gent zetten we nu onderzoek op tussen over toch heel wat jonge mensen die we zien, en ook ouderen, met een euthanasievraag, waar we vermoeden dat er ook bijvoorbeeld een ontwikkelingsproblematiek mee gemoeid is. We zien dus alsmaar meer mensen met een hoogfunctionele vorm van autisme in de diagnose, of die nadien op ons aanmoediging nog gediagnosticeerd worden. En misschien heeft dat wel een verband met hoe de maatschappij alsmaar rapper en rapper functioneert en juist die mensen dan daarin kwetsbaar worden. Ik zeg niet dat het zo is, maar het valt ons wel op dat we die populatie heel veel zien. Dus het is alleszins de moeite om er onderzoek naar te doen. En daar proberen we meer en meer research op te zetten. Niet zozeer om alleen maar te begrijpen waarom ze euthanasie vragen, maar vooral om te kunnen inspelen preventief en naar behandeling toe. Zo willen we bijvoorbeeld het specifieke van het ondraaglijke lijden bij mensen met autisme proberen te detecteren. Om in de toekomst ook te kunnen zien hoe kunnen we ze beter helpen. Dus in die zin vind ik uw vraag zeer relevant. Het is altijd een beetje griezelig voor mij wat u met helpen bedoelt. Maar goed, dat is een andere kwestie. Maar ik wou nog even antwoorden, want er werd mij een vraag gesteld. Dus als u het goed vindt, antwoord ik daar nog even op. En ook even, dan, want dat was algemeen gesteld, die vraag naar die maatschappelijke factoren. Ik ben het met Paulon Sterke eens dat ik dat verband ook niet zie. Er is in iedere in iedere tijd zijn er mensen die tussen de wielen komen. En de ene tijd is gunstig voor mens type A. En de andere tijd is gunstig voor mens type B. Dus dat, ik geloof helemaal niet dat dat zo'n grote rol speelt. Maar nou vraagt u zegt u tegen mij, gaat u dan medicijnen geven die mensen suf maken? En het woord zombie heb u niet gebruikt, maar dat wordt dan altijd gebruikt. Hè? Nou, weet u, ik raad u aan om eens het boek te lezen over Even slikken van Christian Vinkers. Hè, over medicatie, dat een hele hoop van dit soort dingen wegneemt. Weet u, wanneer je suf bent, wanneer je niet kan werken, als je diep depressief bent, hè, dan kan je niet creatief zijn, dan kan je niet. Hè, maar als je ook met medicatie uit je depressie komt, ik heb kunstenaars in behandeling gehad, die onder medicatie fantastische dingen hebben gemaakt. Dus dat is een
een mythe dat dat per definitie alleen mensen alleen maar tot zombie zou maken, die ik echt krachtig zou willen bestrijden. Ja, ik raad u dan ook zeker aan om het boek Dodelijke Psychiatrie te lezen van een Zweedse psychiater. Een fantastisch boek. Dus ik raad het u zeker aan om dat ook eens te lezen. Ik was enorm gechoqueerd ook over hoe dat de farmaceutische sector tot in de hoogste lagen van psychiaters in Amerika eigenlijk hun weg hebben gevonden. En sowieso over medicatie. Ik begrijp heel goed dat dat heel vaak nodig is. Dat was ook een heel erg, voor mij persoonlijk, want ik ga nu dan toch in persoon spreken, want ik ben geen psychiater. Ik zit hier als getuige, hè, dus ik mag dat. En dat was bij ons ook een heel, ik vond dat heel moeilijk om terug medicatie te moeten nemen naar wat ik allemaal heb geslikt. Uiteindelijk heb ik dat gedurfd, heb ik de sprong durven nemen, omdat ik liever dan toch een klein beetje begon te vertrouwen. Maar het neemt niet weg dat inderdaad, wat dat u spreekt, hè, van een afvlakking van emoties, dat is onder andere één van de dingen. Ja, een ander ding is, en ik ga daar heel open over zijn, ik heb geen libido meer door die medicatie. Dat is heel simpel. Ik ben meerdere keren per week dat ik mijn medicatie neem en dat ik moet overgeven of dat ik misselijk ben van die medicatie. Ze helpen mij inderdaad dat ik toch een paar uur deftig slaap. En je kunt u dan inderdaad de vraag stellen, in mijn situatie, hè, hoewel dat ik goed genoeg weet dat er voldoende lotgenoten zijn, waarvan dat ik perfect hier in hun naam zou kunnen spreken, die hetzelfde zeggen, hoor. Maar goed, weegt het dan nog op? Hè? Is dat dan inderdaad de behandeling die mijn lijden minder ondraaglijk zou moeten maken? Dat wou ik toch heel even ook meegeven. Er is hier een vraag op de eerste rij. Ik kan niet alle vragen beantwoorden, dames en heren. Het blijft een soort live cooking programma, maar dan met ideeën. Maar ik ga toch deze meneer in de blauwe trui op de eerste rij. Ja, ik maak ontzettend bezwaar tegen het gebruik van de woorden doodmaken. We hebben in de euthanasiewet het over hulp bij zelfdoding. En daar gaat het om. En wat ik heb daar gewoon dus ethisch alleen al, als met mijn filosofische praktijk, daar heb ik al bezwaar tegen. Dat die woorden gebruikt worden. Dan is het zo ook de tolerantie. Dus de ander de vrijheid gunnen om zijn eigen leven, de dood hoort bij het leven, om zijn eigen leven in te vullen. Dat vooral bij de christelijke partijen volledig ontbreekt. En ook ontbroken heeft bij vorige kabinetten. Dan mocht er niet eens over gesproken worden. Dan mocht de wet niet veranderd worden of verruimd worden. Dus dat is alleen al een eetprobleem. Ik ben ontzettend blij, of ben benieuwd hoe andere mensen daar aan het dus over denken, daar bij het Forum. Maar ik wil één laatste ethische vraag stellen. En ik zou willen dat het hele publiek daar eens even over nadenkt. Welk mens heeft als mens het recht om een ander mens te dwingen meer en langer te lijden? Lijden. Het kan alle kanten op, inderdaad, die vraag. Het is ook een ethische vraag de andere kant op. Het is een vraag die vooral kritisch is natuurlijk tegen mensen die dat erin staan zoals ik. Hè, waar u mee komt. Als u het goed vindt, zal ik beginnen in ieder geval met daarop te antwoorden. Wij hebben geloof ik wel eens eerder met elkaar gediscussieerd. Moet u luisteren, doodmaken is doodmaken. En ik ben echt niet van plan dat anders te noemen. Ik spreek ook over de doodmaakkliniek, als u het weten wilt. Hè. Ik vind het een buitengewoon vervelende vervuiling van de discussies dat er allemaal die positieve eufemismes ingevoerd worden. Mevrouw, dat is. Nou. Dat ben ik niet met u eens, want de heer Koerselman is hier vandaag gekomen in het hol van de leeuw, zo gezegd, bij de NVVE. Dus ik begrijp dat u het niet met hem eens bent en dat u het respectloos vindt. Maar er zijn hier verschillende meningen. Hij kiest expliciet voor een ander woordgebruik. En dat heeft hij ook uitgelegd. Ja. Dat is dus over dat woordgebruik. Mevrouw, en dan had u die filosofische vraag. Hè? Wie kan een ander dwingen om langer te lijden? Wie kan mij dwingen om iemand dood te maken?
Maar als ik dwing dus niemand om langer te lijden. Ik dwing niemand om langer te lijden. Ik heb voor u als psychiater als ik nee zegt. Ik dwing niemand om langer te lijden. Nee, ik denk... Nee, natuurlijk niet. Want het alternatief is dat ik iets moet doen wat een mens in het algemeen en zeker een arts niet hoort te doen, namelijk doodmaken. Hier is een fundamenteel meningsverschil, dus ik ga even door naar de volgende vraag. Ja, mijn naam is Freek Polak. Ik ben psychiater, gepensioneerd en heb hier ook wel mee te maken gehad. Maar ik wou eigenlijk bezwaar maken tegen een opmerking van Koerselman dat palliatieve psychiatrie eigenlijk nog maar heel kort bestaat. Of ik weet niet precies hoe die het formuleerde. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat psychiatrie is altijd voor een belangrijk deel palliatie geweest. En dit is maar in beperkt percentage in de gevallen curatief. En wat dat betreft is het dus heel anders dan de somatische geneeskunde. Dus ik vind dat een misleidende opmerking dat we nu pas zouden moeten beginnen met het ontwikkelen van palliatieve psychiatrie. Mag ik daar dan ook nog even iets over zeggen? Kijk, misleiden, dat legt bij mij een bedoeling neer. Dat vind ik ook weer een verkeerde term. Hè? Maar goed, in ieder geval... Het is niet helemaal waar, hè? Want we zitten, en dat is niet alleen door mij gezegd, dat heeft psychiater Jim van Os ook uitgebreid besproken. We zitten in een ogenblik in de psychiatrie, in een ontwikkeling waarin men behandelprotocollen heeft en zorgrichtlijnen en ga maar door. En waarin men op die manier protocolgericht werkt. En er is geen enkel protocol voor wat je palliatie zou kunnen noemen. Die mensen die we in die interviews horen, die zeggen ook allemaal, die klagen erover. Ik heb 6 behandelingen gehad en dan komt alweer een nieuw protocol. Dat is wat op het ogenblik in de psychiatrie gebeurt. Dat is niet goed. Dat is absoluut niet goed. En we hebben daar nog steeds als psychiatrie geen antwoord op geformuleerd. En ik zou willen dat we dat zo snel mogelijk gaan doen. En dan vind ik wat jij nou zegt, eerlijk gezegd, niet misleidend. Maar ook wel niet helemaal de urgentie aangevend van juist dat belang. Dat neem je daarmee weg. Dat vind ik jammer. Ja, ik wil daar aan toevoegen. Daar kan ik u helemaal in volgen. Dat er op vlak van palliatieve psychiatrie, in de zin dat men... niet meer verwacht. Ik hoor veel jonge mensen klagen van het feit dat men toch nog verwacht dat ze gaan meedraaien op een of andere manier in de maatschappij. Omdat ze nog zo jong zijn en verstandig zijn en weet ik veel, waar ze dat net niet kunnen. Dus een rustige plek om een beetje contenter ziek te mogen zijn of beperkt te mogen zijn, daar kunnen we nog veel aan doen, denk ik. En dan is de herstelvisie die eigenlijk in Nederland zijn gronden vindt, denk ik, een zeer mooie insteek. Hè. Vandaar dat we ook in België proberen van meerdere herstelgroepen te hebben. En dat is nu de eerste groep die gekoppeld is aan jonge mensen met een euthanasievraag. Nu kan misschien Amy meer vragen van hoe werkt dat dan als je daar interesse voor hebt. Ik heb geen antwoord gekregen van de dames. Oh, de dames willen ook. Of u ook nog wil antwoorden op... Ah, op de vraag. De ethische vraag. Pardon, ik kom naar u toe. Het ging over het begrip doodmaken in plaats van hulp bij zelfdoding. Het ging over de tolerantie die je de naaste gunt vanuit liefde. En ik ben ook zo blij dat Lieve ook noemde dat afscheid nemen. En dat het zo belangrijk is. Dat je dat... Maar ja, ik kan wel... Ik had 20 dingen. Maar en dan ook nog die laatste stelling van mij. Die laatste vraag. Daar wil ik toch ook graag jullie mening over horen. De laatste vraag van... ultieme vraag. Welk mens heeft het recht om als mens een ander mens te dwingen langer en meer te lijden? Ik kan het alleszins alleen maar helpen bij sterven noemen. Om een antwoord te geven op die vraag. En ik denk dat dat heel erg aansluit bij wat ik zelfbeschikking noem. Ik vind dat we ook psychiatrische patiënten au sérieux moeten nemen. In het feit dat ze zelf mogen beslissen wanneer hun lijden moet stoppen. En het excuus dat het psychiatrische patiënten zijn, dus dat het wel alleen maar een symptoom van hun ziekte is, of dat ze toch wel niet wilsbekwaam zouden zijn, neem ik persoonlijk niet. Natuurlijk zijn er patiënten die we moeten beschermen tegen zichzelf, voor alle duidelijkheid, hè, acute psychoses, acute rouw enzovoort. En dat doen we natuurlijk ook. Hè. Maar voor chronische situaties van ondraaglijk lijden vind ik dat we
dat we hun wens daarin moeten respecteren. U wilt van mij ook een antwoord. Ik weet niet of ik op de laatste vraag antwoord kan geven, maar op die vraag over helpen sterven. Ik realiseer mij dat ik in gesprek met individuele patiënten het soms wel degelijk heb over doodmaken. Omdat ik aan de patiënt soms helder moet laten weten dat het niet niks is wat hij van mij vraagt. En dat het uiteindelijk erop neerkomt dat ik die patiënt ga doodmaken. En dat ik dat niet zomaar doe. Dat ik daar dus ook mijn onderzoek echt heel erg degelijk en intensief voor wil verrichten. En dat ik daarvoor ook de naasten wil spreken. Zelfs als de patiënt zelf dat eigenlijk liever niet heeft, vind ik dat toch echt absoluut noodzakelijk. Dus het is juist in het kader van het, wat ik denk dat professor Koerselman eigenlijk ook doet, het confronteren met dat het gaat om doodgaan. Het gaat niet om het hoekje omgaan of naar de andere wereld of opstijgen. Het is niet een eufemisme. Het gaat om doodgaan. Maar als het gaat om het proces zoals we het er hier over hebben, wat in ultimo bij een psychiatrisch patiënt wat ik bied, is dat ik iemand help sterven. En dat in dat proces ook af en toe doodmaken heet, of dat het op een andere manier benoemd wordt, dat is in het proces. Dus dat is wat ik op die eerste vraag kan zeggen. En ja, ik denk dat die laatste vraag ziet ook op een stukje autonomie van ieders beslissing. En ik dwing niemand en ik laat, als ik het even kan, ook niet iemand in de steek. Maar ik kan eigenlijk op die vraag geen antwoord geven. Ik heb tot slot een laatste vraag. Ik weet dat iedereen nog met heel veel vragen zit, maar daar gaan we zo dadelijk mee naar de bar en met elkaar over hebben. Want hier komt het programma toch ook ten einde. Ja, en het is heel warm hier in de spotlights. om nog maar te zwijgen over de muggenplaag. mijn laatste vraag is eigenlijk, wie hoopt u dat de film zal zien en wat wilt u aan diegene meegeven? Ik begin bij de heer Koerselman. Wie hoopt u dat deze film zal zien en wat zou u diegene willen meegeven? Wat ik al zei, het mooie van de film vind ik dat het een poëtische film is die op een mooie manier aandacht vraagt voor inderdaad natuurlijk problematiek van ernstig psychiatrisch lijden bij jonge mensen. Dus dat wel, maar een nadeel van de film is inderdaad ook wel dat hij meer vragen oproept dan hij beantwoordt. Dus als je die vraag ziet, ja, dan moet je wel daar iets aan vast koppelen. Dat is dan hier ook een mededeling dat je een telefoonnummer kan bellen. Maar ja, het is een prachtige film, maar zo seks zonder meer. Ja, kan die zowel kan die ook behoorlijk wat misverstanden oproepen natuurlijk. Mevrouw Sterken? Ja, ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat het. Ik vind het een mooie film. Ik denk dat er niemand dat het niemand kwaad zal doen om hem te zien. Wat zou ik mee willen geven? Nou ja, ik denk dat de film zelf voldoende meegeeft. En dat is voor een deel misschien juist wel doordat er niet één lijn wordt neergezet. Doordat het allerlei verschillende lijnen zijn. En het kan dus op allerlei verschillende manieren. En dit zijn 3 verhalen. En als je er 6 neerzet, zijn het 6 verhalen. En zijn ze allemaal verschillend. En als je er 20 neerzet, zijn het 20 verhalen. En dan zijn ze alle 20 verschillend. En dat vind ik nou juist het hele sterke van die film. En het laat wel enige openheid voor ook de mogelijkheid van euthanasie. Dus. Ik vind dat iedereen die film kan zien, mag zien, liefst zou zien. Ik ga er ook altijd vanuit en ik zeg dat ook heel vaak, ook naar hulpverleners toe die soms de vraag stellen, ik bedoel therapeuten en zo, mogen wij zelf wel over euthanasie spreken tegen de cliënten? En dan zeg ik altijd, en dat meen ik ook heel erg, dat over euthanasie spreken zeker niet gevaarlijk is, maar dat er niet over spreken veel gevaarlijker is. Hè? En een tweede zaak van wat kunnen we daaruit meenemen? Ik denk wat Nadia zei, is van we moeten veel meer echt luisteren naar de mensen zelf. Wauw, de patiënt krijgt is het laatste woord. Ik
Ik denk dat de film moet gezien worden, zeker door beleidsmakers, dat op zijn minst iedereen ouder dan 18, misschien 16, daar twijfel ik nog over. En inderdaad, ik ben het op dat vlak zeker eens met wat er al is gezegd, dat de film heel juist het feit dat Gwen zelf eigenlijk ook een soort van twijfel er laat zijn, dat dat inderdaad juist de beste manier is ook. Omdat dat ook de mensen zelf meer aanzet tot denken voor wat vind ik, in plaats van dat dat een interview zou zijn al vanuit een pro- of een anti-standpunt. Dus, want dan is dat zo wat voorgekauwd. Mensen hangen hun mening dan sneller aan wat dat de journalist vindt of zo. En ik denk dat dat zeker een heel sterk punt is. En als wetenschapper ben ik daar natuurlijk ook heel blij mee. Ja. Voilà. Dan wil ik u allen bedanken. Ik wil Gwen Pol bedanken voor de reportage. APPLAUS